Breda Nu. Je weet het meteen. Zojuist is Breda foto geopend door Mirjam de Bie en wij vroegen haar wat zij daarvan vond. Ja, ik ben heel erg trots op Breda foto. Ik vind het echt een van de mooiste evenementen die wij in Breda hebben. Wat zich echt ontwikkeld heeft tot een heel mooi 6 weken durend evenement. Een tentoonstelling op heel veel plaatsen waar echt ontzettend veel mooie dingen te zien zijn. En wat ik van de opening vanavond vond is dat het een heel mooi Breda'se opening was. Omdat we ook ons huisgezelschap van Chassé de opening verzorgden. Waar het ook gaat over beeld, niet over woorden. Breda foto gaat over beeld, over foto's. Dans gaat over beeld. Ja, en dat is een mooie crossover die we vandaag in ons eigen mooie Chassé theater zagen. Dus daar was ik heel trots op. Oké, dank u wel. En wat vond u, of nee, wat raakt u het meeste van vanavond? Misschien dan wel het eind, waarin al die fotografen die er nu zijn, samen met de organisatie en met Lina Robana op het podium stonden. Maar ook een hele zaal die met elkaar de beweging deden, die ik helemaal in het begin heb gemaakt, waarin het gaat, een beweging die wat mij betreft uitstraalt, waar You over gaat. Aan de ene kant een samenleving waar het misschien wel steeds meer gaat over dat iedereen voor zichzelf moet zorgen, maar tegelijkertijd ook gaat over dat je dat samen moet doen en dat je ook ruimte moet geven aan de mensen met hun eigen initiatieven. En dat vond ik in die beweging passen en dat met de hele zaal samen doen en de fotografen vond ik erg ontroerend. Wat heeft u gedaan aan Breda Foto? Wij zijn Lina Robana. Wij zijn het dansgezelschap, huisgezelschap van het Chassé Theater Breda. En wij hebben de opening verzorgd van Breda Foto Festival. En dat was vanavond. En het eindigde met een aantal foto's van een jonge fotograaf, Floor Maassen. En Oké, en hoe vond u het vanavond gaan? Ik vond het zelf heel indrukwekkend dat er zoveel mensen op dit fotofestival afkomen. Het is natuurlijk een prachtig festival. Gewoon de hele stad is eigenlijk bekleed met foto's op allerlei locaties. Ik heb zelf al een aantal dingen gezien, maar ik wil zeker nog ook een paar dagen gaan rondkijken. En om zo'n opening met zoveel bezoekers en zoveel mensen. En ja, voor mij hoogtepunt vanavond was ook dat de beweging van alle bezoekers samen aan het slot van de voorstelling.